Het gaat niet om een dingetje, het gaat om een nieuw geheel. Architect Koen van Velsen, son of a building contractor, profoundly investigates the questions posed to him by his clients, reformulates them and responds with unexpected answers. Opdrachtgevers stellen architecten een vraag. En ik ben van mening dat je altijd af moet vragen als architect of de vraag wel goed is. In 1997, he won the Rietveld Prize for his Museum of the University of Utrecht. And in 2002, he won the prestigious BNA Cubist Prize. One of his latest projects is this new entrance of a museum complex. While the original request was to simply redesign the building entrance, he found that relocating it would be key to an entirely new master plan. We zijn hier bij het nieuwe entreegebouw van Museumpaleis Het Loo, door mij ontworpen. Wat begon als een toiletgebouwtje, kassa, filmkamertje en een textielopslag, heeft geresulteerd in een echte nieuwe entree voor het museumcomplex. Het oorspronkelijke kassagebouwtje waar je binnenkwam, dat stond ongeveer waar die bussen staan. En je liep hier zo naar het stallengebouw. Dus je kunt je voorstellen, je komt daar vandaan. Kijk, de mensen komen er al tussendoor vandaan. Die komen aan en die lopen door en die denken, goh, wat is dit een mooi museum, zeg. En die hebben niet eens door dat daar het Paleis Het Loo is. En dan ga je kijken en dan overweeg je van, goh, is die as de belangrijkste? Of moet eigenlijk de ingang logischerwijs niet daar zitten? Dus dat was echt vrij in de opgave. Maar eigenlijk is het belangrijkste zorgen dat het gebouw op een zo vanzelfsprekende plek staat dat de mensen vanuit de bus het gebouwtje ingaan en keurig op die as binnenkomen, het paleis zien. Dus ik kon me niet voorstellen, toen ik dit vanzelfsprekende idee bedacht, hè, dat is namelijk gewoon, dat is je kroonjuweel en daar is de ingang. Je ziet dus waar je heen gaat en dat is de wandeling en onderweg kom je langs de stallen. Toen dacht ik, jongens, waarom is dat niet eerder bedacht? Het kan helemaal niet anders. Nou, het was dus toch niet zo. Dat vond ik toch eigenlijk wel opvallend. Dus ik probeer met de opdrachtgevers vaak in het begin de vraag te bespreken en ook te kijken of die vraag wel compleet genoeg is en of er niet andere aspecten zijn die ook van invloed zijn op de vraag die zij in het begin stelden. Recently, Van Velsen has been working on a huge plan for the central station of Breda, aiming to better integrate the station into the city. He was commissioned to single-handedly design every element of the project himself, and was requested to pay special attention to how the buildings blended with their surroundings. Van Velsen's integrated approach can also be seen in Groot Klimmendal, a medical rehabilitation center for which he won several prizes. Ik weet niet of je het gebouw nog ziet, want 's winters zie je het dan tussen de bomen door. Maar nu is het waarschijnlijk heel erg groen en dicht. Dat hoop ik, dan zien we het gebouw niet. Dat is eigenlijk mijn grootste ambitie, dat het gebouw zo precies in dat bos staat, zo tussen die bomen staat, dat je het af en toe een heel klein beetje ziet. Kijk, je ziet het een klein beetje. Je hoeft eigenlijk niks te zeggen, vind ik. Het is een soort cruiseschip in het bos ook, hè? Ik heb dat eerder bij gebouwen geprobeerd om op allerlei methodes, zowel in vorm als in materiaal, als in kleur, als in licht, de gebouwen in betekenis te geven ten opzichte van hun omgeving. Dat is een plek waar je goed kunt zien dat we de footprint van het gebouw zo klein mogelijk hebben gelaten, om daarmee het dal maximaal te kunnen blijven beleven vanuit de openbare ruimte, ook vanuit het gebouw. En daarom hebben we het gebouw teruggehaald en naar boven toe helemaal 14 meter overstek gegeven, waardoor je ook vanuit het gebouw naar buiten maximaal weer kunt profiteren van het dal waar je in kijkt.
Er is bij mij een grote irritatie over gezondheidsarchitectuur. Heel veel van de gezondheidsarchitectuur is een architectuur die lijkt eerder voor beheerders gemaakt als voor patiënten. Die bestaat uit marmoleum, die bestaat uit rouwvazenplafonds en het meest lelijke systeemplafond, waardoor je maar makkelijk bij de installaties komt. Ik dacht, ik maak gewoon een aantrekkelijk gebouw. Wat ook door, niet alleen door de revalidanten zelf, maar ook door mensen uit de buurt gebruikt kan worden. Zoals zwembad, fitnesscentrum, theater, wat zelfs in dit gebouw zit. We hebben die dingen zo gemaakt dat je er ook vanuit die openbare ruimte in kijkt. Zodat als je dit gebouw betreedt, je ook werkelijk gevoel hebt dat je hier bent om beter te worden. Goedendag. Ik ben een architect die heel graag steeds opnieuw over een opgave na wil denken. Als je om je heen kijkt en je ziet mensen die gespecialiseerd in iets zijn, die gespecialiseerd zijn in het bouwen van huizen, of seriematig vervaardigde huizen, hebben ze best een aantal kwaliteiten, maar ook een aantal kwaliteiten niet. Er ontstaan een soort vanzelfsprekendheden in en die wil ik niet. Ik wil gewoon echt gewoon opnieuw over een opgave kunnen nadenken en daar het beste voor kunnen vinden. En dat geldt zowel voor die opdrachtgever, dus ik wil met andere opdrachtgevers graag werken, andere programma's, andere onderwerpen kunnen bespreken en liefst ook heel verschillende plekken. Dat vind ik de moeite waard. Dan ben ik het meest gemotiveerd om het uiterste uit mezelf te halen.